Golden Boy, what up? What up? Hoe gaat het met jou? Hallo kijkers en leuk dat jullie terug zijn bij deze nieuwe aflevering van Hard Survival. Vandaag wil ik eigenlijk even gaan kijken of wij obsidian kunnen krijgen. Want dan kan ik namelijk even gaan zorgen dat wij de enchanting table kunnen plaatsen eigenlijk. En daarna natuurlijk even bezig voor de koeien natuurlijk, voor het leer. Ik zal eerst in ieder geval even mijn spullen wegstoppen. Deze gaat hierin met de buttons. En even kijken. Oh wacht, we hebben hier nog. Kijk, eentje. En dit kan ook nog even bezig. Had ik nog iets in de oven zitten toevallig? Nee, oké. In ieder geval, dankjewel. Kobbelstok kan hierbij in. Gewoon hout hebben we niet. Dirt moet hierbij in. En dan gewoon houten spullen hierbij in. Oké, dus dat is in ieder geval geordend. Ik wil iets meer toortjes bij gaan maken. Even kijken, dit wordt een heel stek als het goed is. Yes. Nou, daar hebben we in ieder geval genoeg voor de aankomende tijd aan steks. Dat is ook wel mooi. Aan toortjes, ook steks. Dus gewoon, een toortje gewoon eigenlijk een stek met een lampje erop. In ieder geval, wij hebben nog meer nodig. Meer tools. En natuurlijk een diamond pickaxe. Weet je wat, ik denk dat ik het gewoon alleen ga doen met een diamond pickaxe. Ik vind aan de ene kant ook wel weer zonde, want die zou ik natuurlijk eigenlijk willen enchanten zo snel mogelijk. We hebben natuurlijk fortune nodig eigenlijk. Dus daarom neem ik toch voor het geval dat 2 iron pickaxes extra mee. En dan ga ik eigenlijk alleen nog maar minen met de diamond pickaxe zodra wij obsidian hebben gevonden. In ieder geval obsidian hebben gemaakt, want ik neem ook even bucket mee. Met water natuurlijk. Kijk, dit kan hier wel weer normaal. Zo, dit zet ik wel even hier neer. Ja, zodra we obsidian hebben gevonden, dan switch ik eventjes van tool. Kijk, het is donker, maar dat maakt niet uit, want wij gaan toch de cave in. Oh, dit triggert mij. Oh, nee. Oh, nee. Ja, oké. Okay. Dat is in ieder geval fixed. Die gaat gewoon weer terug. Oké. Okay. Dan gaan wij de cave in. Kijk, als het goed is, kan ik daar nog makkelijk bij lava komen. Maar dan weet ik helemaal niet eens zeker of dat wel kan. In ieder geval gaan we eventjes naar beneden heen lopen. Ik zie jullie nu weer terug. Zo, daar zijn we dan. Even kijken nou hoor. Want kijk, zoals we op de minimap kunnen zien. Close. Kijk, ik heb in ieder geval een stuk verder gemined, zoals je kan zien. En hier moeten we gewoon even naar rechts gaan en dan zijn we eigenlijk al bij lava. Ik denk dat we gewoon die gaan pakken. Ik denk dat dat wel een goede optie is. Even kijken, kan ik nog inzoomen op de minimap eigenlijk? Is dat mogelijk? Ik heb geen idee eigenlijk. Ik zou vast met een knopje kunnen ofzo, maar... Kijk, is dat deze gang? Deze gang is het. Oké, dan gaan we bij deze gaan we eventjes eromheen. Zo, om de torch. Want ik ben een beetje OCD. Zo. Nou, dan ging de eerste iron pickaxe trouwens al. Dan gaan we bij deze mine eventjes rechtdoor tot we bij lava komen. Hopelijk zit hij ook gelijk op... Ja, op ons niveau, zeg maar. Op onze hoogte. En niet dat we ineens worden ondergedompeld in lava of zo. Even kijken, ik zal even een torch inzetten, want het is natuurlijk pokken donker voor jullie. Ja. Kijk, map. Oké, okay. Deze en dan hier zou moeten zijn. Ah, kijk, lava. Hoppakee, kijk, dat ging nog eens makkelijk. Zet er eventjes water neer. Tadaa. En we hebben obsidian. Dan wil ik eventjes kijken hoe ver deze loopt. Voor mij loopt hij namelijk uit op een cave. Als ik het goed bekijk, we zien namelijk... Even kijken, ik zie namelijk een mob hier zo staan. Dat is een mob. Oh, die zegt bekijken, maar lekker die gaat vandaan. Oké. Okay. Hey. Maar ik heb altijd het gevoel dat er rond lava pockets, zeg maar, dat er diamonds zit. Ik weet niet of dat zo is, maar geen idee. Ik zie daar wel, zit ook iets weer. Obsidian is dat wel zo. Oh, druk op F, dat is niet de bedoeling. Daar wil ik zo meteen eigenlijk eventjes gaan kijken. Maar eerst gaan we natuurlijk... Kijk, dit dacht ik dus al. Zo. Ga even kijken of wij deze lava op een veilige manier kunnen krijgen. En dat is, zo te zien gaat dat nog niet echt lukken. Want het helemaal omringd zit met lava. Maar ik zal even kijken hoe we dit gaan fixen. Hak in ieder geval even een stukje eromheen uit weg. Zo, even meer obsidian. Dan gaan we hier omlaag. Zo. Oké, dan pakken we de diamond axe erbij. Pickaxe. Oh. En dan gaan we maar even beginnen. Ik zal in ieder geval zeggen, ik zal even zorgen dat ik even een paar blokjes heb. En dan zie ik jullie zo meteen weer terug, mensen.
Oké, okay. We hebben in ieder geval 14 stukjes. Dat is genoeg voor een nether portal plus een enchanting table. Dat is voor nu toe wel eventjes genoeg. Later hebben we natuurlijk nog een paar extra blokjes nodig voor de ender chest. Die wil ik natuurlijk ook gaan maken. Dat is op zich best een handig ding om te gaan gebruiken namelijk. Gaan we nu weer in ieder geval weer even omhoog. En dan ga ik eventjes een enchanting table maken. Als ik nog even weet hoe überhaupt. Volgens mij is het, even kijken, 4 obsidian. 2 diamonds ernaast, soort van. En dan bovenop een boek. Als ik het goed heb. Dus ja, op zich moet dat wel lukken natuurlijk. Het duurt alleen zo lang deze trap omhoog te gaan, mensen. Kijk, ja, de heenweg natuurlijk. Hebben jullie het gezien met magie? Toen doe ik gewoon dit. En toen was ik boven. En zo ben je in het huis. Kijk, zo doen we dat even, mensen. Kijk, kom zo gewoon even weg. Ik ga deze toch hierbij inzetten. Kijk, ik heb er zelf 4 nodig. Oké, en dan heb ik nodig 2 diamonds. En dan een... Waar had ik eigenlijk? Een boekje hier. Boekje. En een boekje. Kijk, als ik het goed heb. Dit zo. Ja, kijk. We hebben gewoon al een enchantment table. Weet je wat? Ik wil even wel kijken. Achievements. Hoeveel zitten we hiermee? Want ik heb die achievement natuurlijk niet gekregen. Omdat, ja. Kijk, hier zit die pas helemaal. Kijk, dan moet ik eerst nog acquire hardware. Maar die heb ik al lang gehad. Nee, een hot topic heb ik ook al gehad. Diamonds heb ik ook al gehad. En dan moet je een diamond vinden. Kan toch niet, mensen? De system is broken. In ieder geval, wij weten dat wij dit hebben gehad. Hier al. Dit volgens mij al. Die ook al. Nee, die nog niet hoor. Dit hebben we al. Die hebben we al. Deze ook. Die ook. Die nog niet. Dit hebben we. Ja, dat spreekt voor zich. Deze ook nog niet. Hier zitten we ook al bij die. En die hebben wij ook al. Nou, in ieder geval, daar gaat het niet om. Wij hebben een enchantment table. Dat betekent dat deze toe weg kan. En dat ik hout ga pakken. Want ik wil die en... We hebben meer hout. We hebben niet meer hout. Echt niet? Ik dacht dat ik meer hout had. Zo te zien hebben we dus inderdaad niet echt... boekjes. Hier hebben we boekjes. We hebben meer boekjes. Oh shit, dat was ik even vergeten dat ik die daarin had gezet. In ieder geval... Die diamond pickaxe heb ik eigenlijk even niet meer nodig. Zo. Ik ga even iets meer hout hakken dan. Want dat hebben we natuurlijk nodig. En dan gaan we zo meteen even die enchanting doen. Gaan we gewoon even zo goed als afmaken op de boekenkast erna. Want dan kan ik er denk ik niet genoeg van maken op dit moment. Dus we hebben nog 21 boeken en ik heb er vrij best, ja, ik heb er eigenlijk best wel veel nodig. Nou, dan gaan we zo even de koeien breeden. Ik ga ze nog niet doodmaken. Want die koeien die dan groeien kunnen we nog meer gaan lopen breeden. En die koeien die dan groot zijn, die maak ik denk ik dan af. Ik hoor een zombie, alweer. Oh. Golden boy, what up? What up? Hoe gaat het met jou? Eén ding weet ik wel. Niet meer zo goed. Oké. Golden armor zombie. Die had ik dus niet verwacht. Maar oké. Ik had nog gehoopt stiekem dat ik een stukje armor kreeg. Maar ja, geef nou eerlijk toe. Wat is nou goed aan een stukje gouden enchanted armor? Dat valt best mee. Want het is goud. Jee. Goud is niet meer zo bijzonder qua armor. Heb ik nou een grote boom te pakken? Waarom? Heb ik toch helemaal geen zin in zo'n grote boom? Even kijken hoor. Ik moet eigenlijk al die bomen hier nog wel een keer weer weghalen natuurlijk. Want ja, die grote boom ziet er niet uit en zo. Kijk, dit blokje nog, oké. Zou er verder nog bovenin wat zitten? Ja, er zit nog meer blokjes. Oh god, oké, ik ga er wel eventjes heen. Even die blokjes weghalen. Kijk, deze. Kom ik natuurlijk net weer niet bij. Zo, en er zit hier ook nog eentje naast. Zo, oké, hopelijk waren dat... er zit hier ook nog eentje. Die, oké. Ik zie er nog eentje zitten hier zo. Moet maar gebeuren. Oké, dan komen we hier bij deze allemaal. Hopelijk zijn dit een beetje de laatste die hier zitten. Maar lijkt erop van niet. Weet je wat, ik neem deze paar stukjes even mee en dan vind ik het wel goed met het hout.
Ik moet wel even zorgen dat het naar beneden valt, dat ik er ook daadwerkelijk bij kan, anders gaan die blokjes gewoon weg. Dat is zonde. Zo, ja, kan ik daarbij? Nee, dat kan niet. Oké. Okay. Dit blokje wil ik ook even hebben. Dankjewel. En hier zitten ook blokjes, die moet ik even naar beneden laten leiden. Zo, die ook. Hier onder blokjes, het is een kleine boom, die haal ik dan wel gelijk even weg. Zo, hebben we nog meer blokjes die op de rand zitten te dorpen? Hier deze, oké. Daar gaan we naar beneden toe. Zo, oké. Deze twee haal ik nog even weg en hebben we op zich wel weer genoeg hout. We hebben nu dus precies een stack. Ik ben nog steeds een beetje verkouden met sorry. Ik kan daar natuurlijk niks aan doen. Even kijken, zo. Oké, daar hebben we even wat hout bij elkaar gesprokkeld. Kunnen we weer eventjes vooruit mee. Er lag nog een stukje hout, oké. En ik zit te denken, ik heb eigenlijk nog niet echt een idee wat ik hier in het midden... wat ik hier nog voor huis neer moet zetten. Want ik denk dat ik hier nog een klein gebouwtje neer wil gaan zetten. Oeh, wacht eens even. Ik weet misschien nog wat. Ja, dat is misschien wel leuk. Een opslag of zo. En dan hiervoor meer een pleintje, zeg maar, te maken. En dan waar dan die, zeg maar, die onze mooie waypoint beacon komt. Ik moet naar beneden hier zo. Lijkt me op zich wel leuk. Een soort opslaghuis of zo. Want ja, we hebben natuurlijk ook een goede opslag nodig. Ja, eigenlijk hebben we dat al een soort van in ons huis. Maar ik bedoel een beetje echt van, ja, een beetje heel veel dirt, zeg maar. En veel cobblestone bij wijze van. Dat soort dingen allemaal. Wij moeten de enchanting table ergens neer gaan zetten. Dit moet eventjes worden vervangen naar cobblestone. Kijk, cobblestone komt hier zo. Toortjes heb ik hier meer toch niet nodig. Dit wil ik toch eventjes gaan vervangen door gewoon hout dan. Kijk, gewoon hout, zo. Oké, okay. Dat staat. En dan de vloer, denk ik. Wacht, deze twee ook nog eventjes. Voordat ik die helemaal vergeet. Zo. Vloer eventjes eruit hakken. En dan moeten we maken van oakwood planks natuurlijk. Even kijken, dit helemaal zo weg. Oké, okay, dat is dan ook helemaal weg. En dan gaan wij de vloer er eventjes inzetten. En dan de enchanting table komt dan hier. Of nee, je kunt wel hier eigenlijk. Zo, daar kan die wel. We maken dit gewoon, zeg maar. Ja, hier komt dan toch boekenkast in te staan eigenlijk. Zo. Dit houden we nog even zo open namelijk. En dan kunnen we hier dus boekenkast omheen gaan plaatsen. Oké. Dat is dan ook weer klaar. Moeten we alleen nog boekenkasten hebben en dan hebben we dat eigenlijk ook alweer af. Dit hele gebouw met dinges erbij en zo. Ja. Oké, okay, dat is dan mooi. Kijk, enchant room, ja, die kunnen we nog niet wegstrepen natuurlijk. Oké, okay, wat heb ik allemaal? Ja, oké. Okay. Oké, mine. Ja, mine gebouw, dat wil ik ook nog gaan doen, hè. Ik denk dat we dat als volgende gaan doen. Een mine ingang of zo maken. Even kijken. Cobblestone even weer wegleggen, allemaal onze spullen, want ja, dat heb ik natuurlijk niet nodig. Behalve dan deze open planks. Sign wil ik even meenemen. Gewoon hout kan hier wel bij in. Dit zo, en dan die. En dan matrops. Kijk. Ja, we hebben op zich allemaal rotte flesje. Je zult denken, ja, wat heb je nou aan? We willen natuurlijk ook later een hondje hebben eigenlijk als huisdier en een kat. Dat lijkt me best wel grappig namelijk. Kunnen we daar ook weer een apart hokje van maken en zo. In ieder geval, wij hebben nodig de boeken. Zo, de boeken. En dan doen we even dit. En dan doen wij dit. Zo. Oké, okay, dat is precies genoeg. Dat is nog, komt nog eens mooi uit. Oké, okay, en dan... Oh, shit. Zo. En dan, die kan hier weer bij in. En het boek van op overigens kan daar bij in. En hebben wij al lapis lazuli? Die hebben wij zeker al. Redelijk wat, om eerlijk te zijn. En dan wil ik ook even chesten maken namelijk. Kijk, hoe kan ik die even maken? Twee, dat is goed genoeg. En... Nee, meer hout. Wil er nog twee maken? Zo. Oh, daar heb ik natuurlijk niet genoeg hout voor.
triggerd. Maar wacht eens even. We hebben hier nog één acacia wood die ik toch anders niet gebruik. En dat doen we gewoon zo, want dat kan allemaal. Kijk, nog een chest. Handig. Oké, dit wegstoppen en dan gaan we eventjes naar ons plekje toe. Even de sign wil ik bij me houden. Zo. En dan gaan we hier, zetten we een sign neer. Kijk, ingang. En chant room. Zo. Dat is dan wel leuk. Dan gaan we hier naar beneden. Kunnen we deze muur gelijk even maar vol plaatsen. En dan die en die. Ja, oké. Okay. En we alleen even kijken wat we hiermee gaan doen, dat bovenste randje. En dan. Dus ik even te denken. Hier zo in de komende armstands staan, denk ik. Die kan ik ook wel even gelijk gaan maken zometeen nog. Althans, de aflevering duurt alweer redelijk lang. Vinden jullie natuurlijk niet zo erg. Ik ook niet op zich. Maar ja, ik moet natuurlijk wel rekening houden met mijn tijd. Want ik heb het druk vandaag. Ja, dat komt dan daarin. Dit kan dan zo. Of wacht. Zo. En dan komt hij hier te staan, denk ik. Ja, dat is beter, denk ik. Ja, die boeit toch niet zoveel. Zo. Oké. We hebben alleen twee stukjes hout nodig straks nog. Chesten, die gaan staan. Want dit komt dan hier zo. Tot hier. Dit kan wel, denk ik. Zo. Dit wordt dan een chest voor alle lapis. Dat maak ik wel eventjes weer gewoon. Zo. Dat hebben we natuurlijk nodig om te gaan enchanten. Dus even kijken hoe hoog level we kunnen enchanten. Level 12 op dit moment. Silk Touch zou ik ervan krijgen. Silk Touch heb ik op zich niet zo heel veel aan nu. Oké, dus dat is eigenlijk al bijna klaar, mensen. We moeten dus alleen nog even zorgen dat we meer leer hebben voor boeken en zo. En dan kunnen we de boekenkast allemaal gaan plaatsen. Ik zal nog eventjes even koeien gaan breeden. En dan kan dat ook kan het even groeien ondertussen. Even kijken, hier zo. Even wheat mee. Ga ik eens een dutje doen. Ga weer even een lekker slokje drinken natuurlijk, want dat is belangrijk. Ah, heerlijk, heerlijk. Ja mensen, het is weer koffie. Het is eindelijk weer koffietijd. Misschien kun je het horen aan mijn stem, maar het is vrij vroeg. Even kijken. Deze zombies kunnen we mooi even afmaken voor extra XP. Nou, deze spin kan er eigenlijk gelijk wel bij achteraan. Oh, zo, dankjewel voor je spulletjes. En de XP natuurlijk, want daarvoor komen we eigenlijk naar jou. Oké, mag ik even tussendoor koeien? Oké, mensen, mag ik uw aandacht? Ja, oké, dat werkt. Doe eens rustig, jongen. Dit is toch niet te doen zo. Ik heb eigenlijk al dus veel te veel koeien. Ernstig dit. Ik heb er nog 3 koeien volgens mij. Die. En. Die niet. Oké. Okay. Dan is het die. Ja. Yes. Oké. Okay. Hebben we nog een koe die hem aandacht wil? Zo te zien heb ik genoeg. Waarom? Hebben jullie zo snel weer zin in wiet? Dat kan toch niet? Dat is niet normaal, mensen. Ja, kijk, ik pak mijn zaad erbij en ineens gaan ze me negeren. Ja, dat kan toch niet? Weet je wat? Schapen, jullie mogen ook nog een keer met z'n allen. Zo. Heb ik daar ook weer even 2 extra schaapjes bij, van. Oké, dankjewel voor de XP. Oké, mensen. Dat was hem alweer. Voor mij een lange opname, bijna een half uur lang. Voor jullie zou die heel iets korter zijn vanwege timelapse of dat soort dingen, weet je wel. In ieder geval mensen, mocht je de video weer leuk vinden, doe natuurlijk even een blauw duimpje omhoog. Als je nog niet geabonneerd bent, doe dat natuurlijk ook eventjes mensen. Zoals altijd al zeg, niets moet, alles mag. En mensen, ik spreek jullie graag weer in de volgende aflevering. Later.